langs de weg of gewoon midden in het centrum. Je kent ze wel, de grote reclameborden. In Almere zijn dat nu nog gewoon posters of soms twee die kunnen wisselen. De borden worden verhuurd en dat levert de gemeente geld op. Maar de inkomsten lopen terug. Bedrijven willen wel meer betalen om te adverteren op de digitale borden. In Utrecht staan dit soort borden er sinds kort. Maar daar is niet iedereen blij mee. Het is gemaakt om zoveel mogelijk jouw aandacht te trekken. Zodat je hier niet gewoon rustig met je eigen gedachten kan rondkomen. Maar dat je meteen de gedachte moet krijgen. Koop Nike. Doe allemaal de gedachten die je niet wil hebben. In Almere komen de borden op veel verschillende plekken te staan. Overal in de stad zien we dus straks digitale reclame. Al dan niet bewegend. In Amsterdam staan dit soort borden al jaren, maar de stad komt er een beetje op terug. Een jaartje of vier geleden begonnen er opeens die bestaande reclameborden vervangen te worden door dit soort digitale reclameborden. En dat is natuurlijk op zich prima, daar heb ik allemaal niet zo'n bezwaar tegen. Maar opeens begonnen ze ook allemaal filmpjes uit te zenden. En dan zijn we al heel erg lang bezig in Amsterdam met de drukte en met reclame overal en met commercialisering. En ik vond het een beetje gek worden dat op een gegeven moment we overal televisies in die openbare ruimte gaan zetten die de hele dag reclamefilmpjes uitzenden. Dus toen dacht ik van nou, misschien moeten we daar eens iets aan gaan doen. Er zijn verschillende afdelingen van de gemeente. De een moet geld binnenhalen en de ander. Maar bijvoorbeeld die prachtige, besteedt zijn geld aan die prachtige bloemen. Kijk, verkoken de besluitvorming. Ik ben dan meer voor de bloemen. En minder van die mega mobiele telefoon daar. Die staat te tetteren in je, ja, die visuele herrie. Los van of de borden mooi of lelijk zijn, of dat het überhaupt gewenst is, is er ook nog de verkeersveiligheid. We weten uit ongevalonderzoek dat als je langer dan 2 seconden naar iets kijkt, dan verhoogt het je kans op een ongeval aanzienlijk. Je wilt graag in het verkeer dat mensen op de verkeersomgeving letten en niet naar reclameborden kijken. En het is dus zo dat die digitale reclameborden, ja, daar kun je wisselende afbeeldingen opzetten. En je kan er ook bewegende beelden opzetten en animaties op doen. En het is zo dat mensen dan eerder geneigd zijn om er naar te kijken. Vlakveld ziet liever helemaal geen reclameborden. En als je het al doet, dan in ieder geval zonder bewegende beelden. Amsterdam stopt met die bewegende reclame. Vanaf januari zijn er alleen nog maar stilstaande afbeeldingen. Voor de verkeersveiligheid, maar zeker ook om het straatbeeld rustiger te maken. Van raadslid Ernsting mogen de borden trouwens helemaal wel weg. Eigenlijk waren deze borden bedoeld ook als stadsplattegrond. Maar dat is het al lang niet meer. Iedereen heeft tegenwoordig Google Maps op zijn telefoontje, dus dat heb je niet meer nodig. In Utrecht blijft actiegroep Binnenstad 030 protesteren tegen de borden. En Wisseling heeft een duidelijk advies voor Almere. Stop nu je nog kan stoppen.